Hey mensen van Metap Games en welkom bij een nieuwe Watch Dogs. Vorige keer hebben wij hier een autootje gehad met een sombrero erop. Deze auto wou weer even langs, dus ik stap even snel in. Nou gaan wij namelijk proberen om een mannetje te helpen. T-Bone heet hij. Ik wou T-Dog zeggen, maar dat is iemand anders. T-Bone, die moeten wij helpen voordat hij ons kan helpen met het decrypten. Het openmaken van het IP-adres waar wij nu niet bij kunnen. Hij is de enige die dat kan. Maar ja, hij is een voortvluchter en zegt, ja, ik ga toch echt iets nodig hebben voor jou, voordat ik jou kan helpen. Dus, vandaar hier. Vandaar hebben we die kant op. Mocht je het echt niet snappen wat ik nou allemaal loop te lullen, kijk nou maar naar de vorige aflevering. Het ging vorige keer trouwens best fout, want ik moest vorige keer dus die auto jatten. Maar die auto, dat heeft me veel geschiet gekost. Oh mijn god, dat heeft me echt... Ik ging er een keer dood aan en een keer ging het helemaal fout. Dus, ik ben hartstikke blij, als deze lijk ophoudt, dat we dus nu eindelijk door kunnen gaan met de opdracht. En dat is die kant op, dus... Dit is zoveel lijk! Zoveel lijk! Stop! With the lijk! Dat zou ik fijn vinden. Het is een pokkend weg, man. En ik kan niet voluit karren, want dan knal ik tegen alles aan, dan gelijk uit en dan gaat het fout. Ik zal eens even vol gas gaan. Gewoon, hè? No brakes, vol gas. Vol gas. Hier, dan gaat het dan meteen fout. Ja, en dan moet ik in naar rechts. En dat gaat hartstikke fout. Kijk, zulke dingen. Ik wist gewoon dat ik dat beter niet kon doen. Maar goed, hier kan het wel. Dit is bijna één rechte lijn. Hier zal geen verkeer zijn. Hier moet het toch goed kunnen, hè? Ik bedoel, het regent alleen maar en ik zit op een onvaarde weg. Wat kan er misgaan terwijl ik langs een cliff afrij? Ik bedoel, ik kan alleen maar van die cliff afdonderen, hè? Meer niet. Dat kan er dus misgaan. Kunnen we stoppen met vallen? Ik ga daar dood. We zijn hier aan het zwemmen. Een pool van Parandia. Oh, paranoia. Paranoia. Kan ook. Vind ik ook goed. Klimmen we toch naar boven, joh. Gezellig. Ik zei serieus, we kunnen alleen maar van die cliff af donderen. En wat doen we? Security clearance for Bloom HQ. Anyway, I turn Bloom's involved. These guys are up to something that's a lot more than CTOS. I hope Tebow knows what he's doing. Ik hoop het ook. Telefoon. Okay, I'm in position. Now what about these helicopters? Ik zie er daar alleen. Ik zie je daar alleen. Oh, shit. Ik moet op een crossmotor. Dit gaat fout. Oh my god, hoe? Hij gaat over het water. Oh nee, toch niet. Hij gaat langs het water af. Daar ben ik al een stuk blijer mee. Over het water was ik hem kwijtgeraakt. Hallo. Waarom achtervolgen wij hem eigenlijk? Dat weet ik niet. We zijn hem gewoon aan het achtervolgen. Gezellig. Nergens tegenaan knallen. Zorgen dat ik hem niet kwijtraak. Dat is de opdracht voor vandaag. Niet buiten slip. Niet ergens in de slip raken. Kaart! Ik zat te twijfelen of ik nou links of rechts ging. Ja. Kaart. So basically, the chopper's gonna lead us to the security chief. And Bingo was her name, Oké. Gelukkig is hij niet heel erg ver gekomen, terwijl ik van mijn motor afgedonderd was, die ik vervolgens niet meer kon vinden. Lek, stop! Please, als iemand een oplossing heeft voor deze lek, please, please laat het in de reacties achter. Ik heb een aantal afleveringen geleden. Ik zal nu in beeld zetten welke, want dan moet ik nog opzoeken. Dat weet ik zo niet helemaal. Heb ik mijn tech specs allemaal laten zien? Of mijn instellingen, of weet ik hoe je het moet noemen. Laat het weten, alsjeblieft. Wat kan ik er tegen doen? Want ik word zo gek van die lag tijdens dat ik in een auto zit. Maar de helft van de game hoor ik een auto. Oh, fuck you! Kutboom! Krijg de tering. Waar moet ik heen? Ik ga naar rechts. Dan kan ik zo over het bruggetje, waar ik net ook al overheen ging,
Nee. Kutauto. Ja, ik weet dat ik hem kwijtraak, want ik rij als een fucking debiel tegen alles aan. Dit ga ik... Oh, gelukkig. Ik wou zeggen, dit ga ik niet redden en op dat moment ga ik het redden. Nee. Oh, wat is dit voor een auto, jongens? Deze auto denkt grappig te zijn of zo, maar dat is hij niet. Oké. Rustig aan. Alles gaat chill. We moeten alleen helemaal naar rechts toe. En natuurlijk gaat het weer met een mooi. Well, that doesn't make any sense. Wait a minute, it makes perfect sense. A lot of the Pawnee militia run security for Bloom. And a lot of them live in that pit of paranoia. One of them's the security chief. With full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers. Survivalists, anti-government types, my kind of people, which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. Okay. What gaan we doen? So one of you guys is the newly crowned security chief. Oh, en die moet ik gaan zoeken. Wil stiekem graag een pornoster zijn? Dan moet je het doen, jongen. Leef je dromen achterna, zou ik zeggen. Ik denk dat ik beter af ben met een camera dan met deze helikopter. Maar ik ga het gewoon toch proberen. Nee. Nee. That one has potential. Hey. Who else? Zijn er meer? Give me some options. Hey daar. I don't know. Ik zie geen mensen verder. Ik kan dit audio onderscheppen. Oh. Zo. Fluisteren. Hé, hey, Maurice! Nou, dat is vervelend dat je het niet meer kan, maar je zult het toch nog moeten blijven doen, denk ik zo. Jij wou de pornoster. Jij was die pornoster. Jij. Nee, ook niet. Oh, jij bent nog een mannetje dat ik niet zag en leek alsof hij net spawned of zo. Hey. Schakel de twee beveiligers. Oh, joepie. We mogen gaan knokken. Voor de weird Dels. Oh. Lekker dus hier. Kan ik hier eigenlijk wel eventjes omhoog dan? Ja, ik wil het ook wel zonder gun proberen, maar... Oh, dit is zo niet cool. Dit zit zo vol met mensen die mij dood gaan schieten. Kan ik die helikopter nog eens even halen? Kom maar even hacken. Maakt me niet uit. Oké. Daar ben jij. Oké, we gaan zoveel mogelijk mensen proberen uit te schakelen. En ik kan het proberen met zo min mogelijk herrie. Maar dit zijn zoveel mensen dat ik bang ben dat ik dat niet voor mekaar ga krijgen. Als jullie nou eens iets dichter bij elkaar liepen, dan kan ik hem laten ontploffen en dan ben jij ook dood. Als ik ze nou allebei daarheen krijg. Nee, jij ook. De ander ook. De ander ook. Nee, jij loopt de verkeerde kant op. Oké, cool. Cool. Dan gaan we het gewoon op mijn eigen manier proberen. En dat is met heel hoop geschiet. Het is niet anders. Nou, dat maakt me niet uit. Ik ga dat toch nu niet doen. Flamingo's. We hebben weer flamingo's in de building, hoor.
doet aan what the fuck kinderporno? What the fuck ben ik in beland, man? Hier zijn twee mensen. Kijken of ik hun ook niet tegen kan komen. Hier even overheen. Kijken of ik hier omheen kan zonder dat ik die mensen tegen hoef te komen. Cool, man. Oké, we gaan hier langs. Kijken of ik op deze manier ze ook kan vinden. Leuke helikopter, man. Not. Oké. Ik denk dat die helikopter mij ook niet mag zien. Dan ben ik ook zwaardeloos. Oké, hier aan de hoek om. Heb ik trouwens de timer de vorige keer aangezet? Oh, ik weet het serieus niet. Ik weet het serieus niet. Of de timer net heb aangezet. Dus... fuck it, ik ga gewoon rennen. Nee, dat is de verkeerde kant op, lul. Zo. Ik ga recht voor jouw neus staan. No, niet daar. God damn it. Waarom doet die game dat steeds? Steeds wanneer ik op zijn hoofd mik, ineens overgaan op zijn... Oké. Auw. Dat is dus wel een sniper. Auw. Auw. Auw, ziet me nog steeds. Fuck off, sniper. Sniper, ga niet op mijn hoofd staan, alsjeblieft. Naar die ronde. Dit is zo kut. Dit is zo kut. I'm so fucked. I'm so fucked right now. I'm so fucked right now. Oh, I'm so fucked. Ik ga dit nooit redden, man. Ik word van beide kanten aangevallen nu. Oh, jij hebt de zwaarste, jongens. Oh, kak. Goddammit, kom op, kom op, kom op, kom op. Oké. Ik haat wanneer dit gebeurt. Ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven. Ik haat het zo erg. Waarom werd die vent iedere keer... Dan mikte ik op zijn hoofd. En wanneer ik dan auto-aim doet het hij weer op zijn gezicht. Ik wil zijn hoofd. Een headshot werkt. Dit moet stil. Als ik dat niet stil doe, dan gaat het mij niet lukken. Laat me hem ook even zien. Kom op, ik zie hem vanaf hier. Doe dan niet zo dom, kut game. En zeg gewoon, oh ja, jij ziet hem. Dan zie ik hem ook. Zucht. Zoals ik het net deed, is de manier dat niet moet. Dus nu ga ik een andere manier zoeken om dit te doen. Even zeker zijn dat hij stil stond. Daarvoor was het afleiden, ook al was het dus uiteindelijk niet nodig. Ik vond het nodig. Die helikopter zag mij bijna. Dus hij, die helikopter kan mij inderdaad spotten. Dat dacht ik al, nu weet ik het zeker. Hier met die camera maar, daar zie ik wat meer. Ook wanneer... Oh, dat kan ik laten ontploffen, hè? Als hij in de buurt komt, dan heb ik tenminste eentje. Dus als hij hier komt, moet ik het laten ontploffen. Oké, vind ik een goed plan. Gaan we doen. Ik kan hem niet uitschakelen. Aangezien ik dus die bom net gebruikt heb. Die andere, die is nu verdacht. Dus die gaat... die gaat dus zoeken. Hij heeft die andere man ook al gevraagd om te zoeken. Hij komt niet mijn kant op. Niet, oké. Ik zit hier echt heel,
heel benauwd. Oh god, 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 oh god. Ja, nee jongens, toch! Ik word hier helemaal paranoia van! Doe normaal! Doe alsjeblieft normaal! Dit is toch niet grappig meer? Oké, ik weet niet waarom wij hier staan nu ineens. Maar ik word niet gezocht op het moment. En er is al eentje van de twee uitgeschakeld. Dus eigenlijk is het beter. Nou weet ik in ieder geval ook waar ik ben. Oh, daar heb je één van de heavily armed guys. Is die ander daar nog? Ja. Ben ik fucked? Ja. Want ik moet helemaal aan de andere kant komen. En die andere vent uitschakelen. Het liefste zonder andere mensen te hoeven uitschakelen. Oh god. Oh fuck you! Ja, schiet me maar dood. Doe maar. Stupid son of a fucking bitch! Zo. Even wat mensen spotten. Kijk, daar komt hij alweer op mij af. Die vuile hond. Hoe ver gaat hij? Hoe ver gaat hij? Tot daar. Oké, dat is geen probleem voor mij. Dan kan ik hier gewoon blijven staan. Helikopter, vlieg even door. Want ik wil die man daar. Want blijkbaar is deze game zo fucking bitchy. Dat hij zegt, die sniper. Je weet wel, die ik vol in beeld zie. Nou, die zien we niet. Kunnen we ook niet voor je markeren. Dat is gewoon onmogelijk. Oké. Dan nog even die mensen daar. Oh, er is er maar eentje. Die andere is hierin gelopen, denk ik, of zo. I don't know. In ieder geval denk ik weer ze allemaal hebben. Oh, daar nog eentje. Oké, ik denk dat ik ze nu wel allemaal heb. Nou is nog de vraag hoe ik hier, waar ik nu ben, uit ga komen. Kom op, geef die helikopter. Dank je. Dan wil ik de... Dat was niet wat ik wou. Ik wou die camera. Oh my god. Dit gaat zo goed. Nu al. Ik wou dat gebruiken om jou te doden. Nou, fuck dit. Alles loopt hier. Hier met die camera eens even. Ah, dat vind ik nou net te laat. Ik wist het. Alle explosieven hebben moeilijk gedaan. Een kut gedaan. Gelukkig is er niemand die denkt ik ga erachter zoeken. Oh, als jullie nou eens even bij elkaar zouden komen, dan kan ik jou laten ontploffen bij hem in de buurt. Derp. Oh goed! Oh, ik moet ze wel maar doden. Oh fuck my life. Dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Jullie hebben me zojuist het onmogelijke gevraagd. Dat is nee. Hoe was hij van plan mij dat te laten doen? Nee. Nee, kom niet naar mij toe. Fuck you. Ik ben overheen. Holy shit. Dood of ontsnap. Dus ik ga ontsnappen. Ik vind dat tweede plan een hele goeie. Dus dat gaan we doen. Dit is echt. Ik had zoveel geluk om te beginnen. Get out. Get out. Bel geen politie. Dat kan ik niet gebruiken. Oh my god, ik ben zo lucky. Ik ben zo lucky. Dat hij die granaat precies gewoon naar het mannetje dat dood moest. Ik ben zo lucky. Dat ik daarmee wegkom. Damn. I'm sorry I doubted you. Why would you doubt me? I'm a realist. Listen. Nou, lekker dan. Damn, I'm good.
Then I waltz into Bloom with my access and your code. Oh, good point. You might call it thick? Yeah, well, let's thin their numbers then. You tracking any of their truck deliveries? Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. Okay. Ik vind het allemaal hartstikke goed. Ik ga jullie in ieder geval voor deze aflevering bedanken. Ik ga het hierbij laten, want ik heb zoveel geluk gehad. Je moet stoppen op je hoogtepunt. Dus, ik ga heel eventjes nog zo staan. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Druk dan even op duimpje omhoog. Sowieso een duimpje omhoog voor die epische actie waar ik zoveel geluk mee heb. En ze kwamen echt sinds de hoek omgelopen en ik denk, ren. Ik kan me niet verdedigen. Iedereen kwam daar kijken. Dus ik sprong snel op de schutting heen. Sprint weg. En oh mijn god, wat heb ik een geluk ermee gehad. Dus daarvoor een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. MacLab Games voor meer Watch Dogs. Laat ook een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer wanneer Eden niet zo space until it dan weer bugt dan weer staat. Dan zie ik jullie de volgende keer dan weer. Dat ging heel goed. Die Nederlandse zin was helemaal goed. Was perfect. Tot de volgende keer. Later. Doei. Ik kan niks. What the fuck is dit? Oh kak. Ik ga dood. Ik ga lekker dood. Ik ga dood. Zo dood. Ik leef nog.